Nou, helaas heb ik nog steeds enorme pijnscheuten in mijn bil. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En ik vergeet een afslag. Oeps. Even draaien. We zijn onderweg naar Sander en Diana. Want we gaan gezellig naar Duitsland. Duitsland, ja. Naar Oberhausen. Nee joh. We gaan uiteindelijk toch naar Oberhausen. Oh ja, wel. We gaan eerst naar Veenendaal. Even een hapje eten. En dan gaan we naar Oberhausen. Want we gaan naar een kerstmarkt. Nu is het wel zo dat het daar dodenherdenking schijnt te zijn. Dus de winkels zijn niet open. En de markt is dan pas 's avonds open. En dan blijven we lekker een nachtje slapen. En dan gaan we de volgende dag lekker winkelen. Shoppen! We hebben er zin in! Staat er is weer, de weer hoor. Sander de Reus. Te gek. Hey, je hebt zijn loder uit. Oh, Sinterklaas is vroeg vandaag. Takken lopen. Weet je wat het probleem is? Alles is leuk. Ja, ja echt hè? Dat is snoeper en dat is snoeper. Ik kom hier winkel in de stijl. Oh ja, dit is wel heel leuk. Oh ja, maar dit is ook heel leuk. Nou weet je, wij niet even verder. En dan komen wij thuis met die spullen. Iedereen van. Zijn jullie zwanger? Nee. Het is een heel leuk cadeautje van tante Diana en oma Sander. Ja. Oeh, ik zie al een tof tekentje aan de zijkant. Nike's. Kleine Nike's. Als eerste schoentjes. Oh, wauw. Vet. Dit is zo schattig. Zo cool. Hebben we eindelijk schoentjes voor Sinterklaas? Eerste schoentjes, hè? Ja. Ja. We hebben slofjes en slippers en dat soort dingen, maar nog geen schoenen. Echt heel gaaf. Thank you. Dikke vette patas niet voor je, weet toch? Het voelt zacht, het voelt zacht. Uit blijven focussen, want anders, anders kun je zo meteen hier alles schoonmaken. Maar ik geef de camera even aan jou. Moet je misselijk ineens? Nog niet, maar ik moet wel een beetje draaien. Is het wel iets of dan? Nee, het is meer omdat we nou alles aan het doen zijn. Anders moet je iets zeggen hoor. Oh nee hoor. Fleurig inpakpapier ook. Zo. Hou je hem vast? Ja. Ja, papa! Wat staat er? Alles met supermama en lieve mama en love you mama. Toen mijn vader inbraak pleegde bij mijn moeder, heb ik 9 maanden vastgezeten. Ik vond die tekst zo toepasselijk. Vet. Deze doe ik vanavond even aan, schatje. Oh, die doe jij vanavond even aan. Ik heb vanavond niet geleden. Leuk. Ik ga nu rond, ik zit je al druk bij me pakken. Heel leuk, super leuk. Dankjewel jongens. Dit is echt te lief. Hé jongens, Stefan hier. Hè? Wie is Stefan? Dat is een lookalike van Jack Nicholson. Ja. Echt twee druppels aan. Ik denk dan aan die witte sliert, hè, van de Chinezen. Wat ga jij eten dan? Hami. Met? Kip. Dat weet ik nog niet. Ik denk kip. Kip die is wel lekker.
Die hete kip, die is lekker. Die is niet te heet, er zit met een lekkere twist aan. Het is heel zoet. Oh, wat ziet dit er lekker uit. Echt top eten. Bakje op de weegschaal. Ja. Wat heb je al voor lekkers? Oh, ik gooi je weer van alles op de grond. Emping. Zo. Oh, Emping. Nice. Lekker. Welke zout, of niet? Nom 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 nom. Schat, we gaan hier straks wel een beetje inkopen doen, denk ik. Ja? Ja. Hele dag door. Sowieso wat lekkers kopen voor Rolf en mama. Ja. Vanaf 10 uur. Zo. Lekker. Tassievol. Tassievol. En nu op naar Duitsland. Pertien. Ah, die staat op beeld. Altijd voor eeuwig. Holy moly. We dachten even een ijsje te bestellen. Oké. Maar ik vraag me af. Eet ze. Lekker, lekker. Dat is volgens mij. We hebben citroenijs, man. Citroen. Dat is vanille, ja. Nee, het is gewoon Duits. Dat was wel heel erg zuur. Goedemorgen. Nou, helaas heb ik nog steeds enorme pijnscheuten in mijn bil. Van mijn onderrug naar mijn bil. Ja, het zal wel met de zwangerschap te maken hebben, maar ik heb normaal zwakke heupen. Dat ik gewoon echt mijn rechterbeen eigenlijk niet kan bewegen, dus bijna niet kan lopen. Terwijl we een dagje al gepland op de kerstmarkt. Dat gaan we nog steeds doen. Zeker hebben we gisteren al gemasseerd onder de douche. Maar nog steeds heel verlast. Dus we gaan dadelijk nog een beetje proberen. Maar Sander die stond weer heel lief met dit voor de deur. Oh. Dat is lief, hè, schat. Hij is echt te lief, hoor. En er zat ook nog warm chocolademelk bij. Die ben ik eentje aan het maken. Oh, ja, lekker. Er staat geen waterkoker op de kamer, dus we doen het gewoon met de heetste stand van de douche. Groeien met de riemen die je hebt, hè? Heb jij ooit wel eens chocolademelk gezet met de douchekop? For everything is a first. Dus ik heb geen slagroom. Maar alsjeblieft. Ah nee, wacht even, ik doe het helemaal fout. Oh nee. Nee, nog niet. Nog niet. Dan kom ik ook eerst de andere beker. Dan heb ik alles van één zakje over twee dingen, over twee bekers verdeeld, dat wou ik zeggen, verdeeld. Het is nog vroeger, jongens. Ik heb echt ruk geslapen. Wel een heel leuke film gekeken gisteravond. Heb jij Thor wel eens gezien? Dit was Thor Ragnarok met de Hulk. Ik vond hem wel vermakelijk. Voor de momentjes dat ik wakker ben, moest ik gelijk lachen, dus het is een lach. Ja, hij is echt vermakelijk, dat vind ik leuk. Dus dat. Nou. En het kussen was echt heel plat en het matras was heel hard. Maar ja, goed, we overleven het wel. Nee, we hebben het overleefd. Eén nachtje. Ja, tuurlijk. Dus, nou, we gaan eens kijken hoe vandaag wordt. Vertig, vertig. Zo, René trekt een broek aan en het is gelijk opgelost. Kijk, ze lopen als een kieviet. Pam, 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 pam. Ik moet helemaal weg, maar ik kan het niet van mijn benen vinden. Dat vind ik wel heel makkelijk. Ja.
Ja, netjes hoor. Simpeltjes. Dan gaan we eventjes. Morgen! Morgen! Morgen, lieve kijkbuisteentjes. We hebben vanmorgen heel braaf de Telegraaf gelezen op de tablet. Het nieuws gekeken. Ja, er is oorlog. Oorlog in Oekraïne. Heerlijk! Heb je het gelezen? Ja. Extra toelages op de vodka. Zo dan. Dus ja. Kunnen gaan, denk ik. Nou, fris en fruit is anders, maar. Zo, echt hè? Zo. Zo. Zo, hé. Zo. Zo. Wat zit? Ben je misselijk of wil je geen kruimels maken? Of een combinatie van? Kan ook natuurlijk. Ja, lekkere croissant. En door. Door. Ja, schat. Ze zijn klaar, dus... Ja, toppie. Ah, daar zijn we. Zijn we. Welkom op de kerstmarkt. Gaaf hè, die huisjes. Ik voel me helemaal Duits. Gaan we kopen, jongens. Seks on the beach. Serieus? Oh. Ik ken hem wel als cocktail, maar niet als liqueur. Ga ik Sergio. Durf ik te kijken hoe het nummer die is. Hij is wel leuk. Ja, wil jij die witte dan? Ja, maar ik vind jou zo ja. Die witte vind ik ook leuk. Ja, maar ik denk niet. Er stonden filters van gekregen. Nou, zonder dat ik echt Duits zijn. Ja, je hebt ook echt... ik kan pelmen. Gezellig, hè, vakantie, man. En een uiensoepie. Je ziet er dik uit, joh. Je zit brood op en kaas. Ah. Eet ze. Smakelijk. Eigenlijk moeten we een drone hebben. Hola. Onderweg. De hondjes weer ophalen. We zijn net... bij Sander en Diana thuis geweest. Het was een lange rit weer, hè? Flink in de file gestaan. En dat is wel mooi daar. En we hebben allebei even een dutje gedaan. We konden niet meer. En nu weer in de... een lekker heerlijke Seat. We gaan wel missen, hoor. Ja. En ik heb een superleuke muts gekocht, dus... En een jasje, visje. Ik ben veranderd in een beer. Heerlijk. Moest wel een L kopen. Beertje. En we kregen vandaag de foto's van Sonja Koning. We hebben een paar maanden geleden hebben we een shoot mogen doen voor haar. Samen met een Amerikaanse fotograaf. Zijn we getrouwd, Nicole Ashton. En toen mochten we in een bruids... ik mocht in een bruidsjurk. En dus we hebben eigenlijk voor een bruidsshoot hebben we model gestaan. Dus die foto's hebben we in ieder geval, ook al zijn we nog niet getrouwd. Ze zijn echt super vet. Ja, ik hoop dat jullie ze ook top doorgaan, vinden. Want, huh? Mocht het daar niet doorgaan. Uit elkaar gaan, dan hebben we in ieder geval getrouwd. Ja, precies. Nee, maar dat gebeurt niet, hoor.
Maar we zetten ze uiteraard een paar op Insta. Dus ik ben super benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar het was wel gelijk weer een eye-opener van, oh ja, dit handjes. Was ik zo slank. Ik zag helemaal geen verschil. Nee, tuurlijk poepie. Ja. Ik hou van je. Oh, hey. Nou, maar het was wel een tof weekend, hè? Zeker. Het was leuk, maar er waren wel wat... Duitsland blijft het is een sneeuwsland. Nee, we zijn niet heel erg fan van Duitsland. Gewoon de werkende mens, laten we het daarop houden, die schijnen gewoon niet echt vrolijkheid te kennen of zo. Gewoon aardig, gewoon... Ja, wat een eentje in de pannenkoekhuis. Eentje, ja. Dat is inderdaad. En verder was natuurlijk de eerste dag dat ik ineens niet meer kon lopen. Dus dat is wel... Oh, we zijn een beetje onscherp. Nee, maar wat wou ik zeggen? Oh ja, dus de eerste dag kon ik niet lopen ineens. Toen heeft Sergio als een malle mij geprobeerd te masseren. Hè? Toen dacht ik van, ik doe mijn strakke spijkerbroek aan. Misschien houdt dat alles een beetje op zijn plek, dat helpt. Zo, en dat hielp gewoon. Dus ben ik echt wel heel erg blij mee. Ik had natuurlijk het voorwerk al gedaan. En, zeker. En de spijkerbroek die maakte het af, dus ja. Ja. Graag gedaan. Dank je. Maar ja goed, het schijnt wel redelijk normaal te zijn. Ik weet niet precies wat het is, maar het leek wel een beetje op zwangerschaps-ichias. Ichias. Zwangerschaps-ichias. Zwangerschaps-ichias. Leuk woordje dus dat voor een woordfeit. Ja, een woord dat je niet vaak hoort. Nu gaan we de druktemakers weer ophalen. Oh. En ook gemist. Is het weekendje weer voorbij? Nou, morgen werken. Ja. Maar wij hebben het leuk gehad. Dus we hopen dat jij het ook weer een leuke vlog vond. Zo ja, even een duimpje omhoog. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Op het belletje te drukken. En dan zien we je heel graag weer bij de volgende vlog. Ciao!